Nederland, meer dan verdiend. Ja, hij staat nummer 2 van de wereldranglijst. Maar ja, het lijkt haast een kwestie van tijd tot hij nummer 1 staat, denk je niet? Ja, het ziet er heel goed uit. Nu is ook nog Kent Farrington geblesseerd. En, maar er staat op het moment echt geen maat op Harry. Het natuurlijk verschillende toppaarden. Emerald, Genius, Don. Ja, het is ongekend wat hij presteert. Onlangs won hij weer de grote prijs van Bordeaux met deze Emerald. Vorig jaar natuurlijk afgetekend de Global Champions Tour gewonnen. Tweede op het EK. Ik ben benieuwd of Harry voor de 6 gelopen gaat. Toch 5. Heel goed. Als hij hier vandaag kan winnen, dan is het ook echt een ruiter voor de Rolex Grand Slam, hè? Ja, dat is hij dan echt. Zoals je ziet, zoals hij vorig jaar de Global Tour af had kunnen maken, dat was ook ongekend. Ja, voor de finale had hij de winst al te pakken. Tikje geluk, maar als je in vorm bent, kunnen we dat vaak hebben. En dat zal het dak er wel afgaan hier. Ja. Ah, top. Harry Smolders, hij is erbij. Het lijkt wel alsof er niks mis kan gaan bij Harry. Kan hij vandaag dan weer alles op de plek laten vallen? Ah, dat zou helemaal fantastisch zijn. Het is ongekend wat deze man presteert.